Een hele goede, wat is het, avond hè? Ja, het is maandagavond en we gaan de allerlaatste delen van DeLorean erop zetten. Tenminste, ik niet, maar het project van mijn man, dat gaan we nu tot een goed einde brengen, hopelijk. Hopelijk kunnen we het dit keer zonder schelden, vloeken, tieren en alles wat erbij komt. Janken, zweten, noem het op. Het lijkt niet heel moeilijk te zijn, maar goed, we gaan het zien. Dus ik ga nu weer het woord geven aan mijn partner. Zo, vertel even. Welk deel zijn we? Wat gaan we doen vandaag? Vandaag gaan we de DeLorean, hier staat hij. Ja, helemaal afbouwen zoals hij hoort. Want? Want? We zijn aan het einde gekomen. Ja, deel 126 kennen we. Deel 126 en het gaat tot en met deel 130. Die hebben we ook allemaal bij de hand. Oh ja, ik zie het ja. Dit is 126 en dan gaan we dit even doen. Ja, oké. Okay. Oftewel... Het ziet er heel ingewikkeld uit, man. Het zijn vier onderdelen en vier schroefjes, dus hoe lang kan het duren? Wat heb je daar nou allemaal? Dit even zien? Ja. De schroefjes nou, dit is het dus. Ja, het weegt niks. Nee, dit is wel heel licht inderdaad. Maar als je kijkt hoe zwaar die auto al is. Ja, die auto is heel zwaar, maar ik ben nog steeds voor de laatste delen. Nou, dit valt wel mee. Dit is niet het gewicht. Dit is ook wel een beetje. Nee, dit is ook twee dezelfde onderdelen. Die... Net Rivella. Dat is een beetje vreemd, maar wel lekker. Dit is een vreemd, maar af en toe bloedirritant. Ja, echt. Daar moet ook nog wat? Ja, deze moet hier ook zo. Ik moet wel even kijken hoe dan. Zoals je ziet. Het is lang geleden, ik wil een doorgewinterde veteraan, maar toch doe ik iets niet om het goed te doen. Hij is een beetje roestig geworden. Hè? Nee. Dan heb ik over het over de bouwen, niet over de auto. Oh, ik heb deze er verkeerd op gemonteerd natuurlijk. Okay. Zal ik de camera maar even uitzetten voor het geval dat er weer gevloek komt en zo? Nee, er komt geen gevloek, ik ben er rust zelf. Hè? Dat zijn we niet. Ja. En je zei nog zo'n mans, ja, dit is, zijn vier onderdelen en een schroefje. Ja, ja, zo klaar. Nou, hoe lang ben je alweer bezig? Ik ben nu al 6 minuten aan het lullen. Nou, wel een tip. Ja, als je het sowieso wil gaan maken, lees wel goed. Blijf rustig. En, nou, alles wat jij niet hebt. Ja. Nou, dan heb een lieve vrouw erbij. Nou, dat was hem. Nu heb ik de keuze om deze te gaan gebruiken. Ja. Die ik ga gebruiken trouwens. Wel? Ja, dat denk ik wel. Op deze, wat is dat gekke ding? Op deze. Nou, ik vind de Mr. Fusion leuk. Ik vind allebei niet echt mooi, man. Ik vind de Mr. Fusion leuk. Oké. Okay. Je mag dus nu achterop, dat had toch al lang gekund? Nee, die moet je wel heel delicaat plaatsen, denk ik. Delicaat, gaat er weg. Je hoeft hem niet eens vast te schroeven, toch? Je zet hem toch zo ordinair erop? Hoppa! Ja. Dit had je al lang kunnen doen! Dat ding heb je al, weet ik, voor lang in huis! Dat doe je pas! 127! Ja, dat is niet te geloven. Is te zien, man, op blote ogen. Jawel, zo wel. Kijk, dit zijn ze. Het is veel te klein. Ja, de plutoniumkoffer. Nou, we gaan hem maken. We hebben uiteindelijk gedaan, dit ding eraan gemaakt. Ja, en deze twee aan de achterkant. Niet te veel. Welke? Oh, wauw, ja. Zeg het niet veel werk. Nou, dat was het. Het is gewoon veel gepriegel, en daarom duurt het lang. Deel 128, dit is het andere deel van de plutoniumkoffer. Wil je een koekje? Heerlijk. Kijk eens. Goede verzorging, dat kun je niet goed bouwen, hè? Nee, precies. Aste? Nou, hoe schat dat trouwens 130 is? Schattig. En wel een klokje erbij. Heel schattig. Nou, zullen we kijken wat ik nou moet doen. Er zitten wat sluitingen bij, beslag, handvatten. Prachtig, prachtig. Nou, dat zou hier wel eens mee te maken kunnen hebben, denk je niet? Schroefjes. Dan hebben we allemaal wel moois. MP-schroefjes eerst. Dan doen we dat. Die hoort toch bij elkaar? Heb je deze toch ook weer nodig, uiteindelijk? Ja, die hebben dat. Dat is deksel, hè? Deksel gaat op de koffer. Briljant. Kijk. We moeten het dingetje er nog op maken, nee, toch? Nee, zo zou hij er nu uit moeten zien. Als twee druppels water. Ja, nou, dit moet er nog op. Fantastisch gedaan, Mark. Nee, nog niet. Dat is misschien het volgende deel. Dat is dan plaats het deksel op de kist. Wauw. Nou, het ene laatste deel, 129. Het einde is nabij. Maar even serieus, het stelt er helemaal niks voor. Nee, dat
Dat is toch ook belachelijk? Dat is gewoon geldklopperij. Ja, zo kun je het noemen. Nou, is het gewoon. Ze hebben gewoon echt de laatste delen, die auto ook in nou ja. Moet je erin klikken dan zeker? Die auto ook in het mits, ik snap het wel. Nee, er zit nog een deksel binnen, moet er nog in. Kijk, dit is allemaal, dit is de laatste delen, de auto is feitelijk klaar. Deze moest erop. Dit is toch verschrikkelijk? Dit is toch verschrikkelijk? Gaan ze dit helemaal uitmelken? Kijk, dit doosje, waar moet het heen ook? En dit is de binnenkant van het doosje. Ja, dat is erg. En hier kan wel die plutonium dingen. En heb je dit dus nog? Dus de auto was deze klaar. Deze moet erin? Ja, dus eigenlijk was de auto klaar op de twee vennen en dit okay, ding. Oké, nou, dit is dus de auto geworden. Ja. Laten we het nog even goed zien, maar... Die was bij deel. Het is we zijn nou gewoon bijenproducten aan het bouwen, zeg maar. Is ook wel geinig, maar die auto... Laat ik eerlijk zijn, de auto... Is het serieus geinig? De auto had ook in, volgens mij bij, wat was het? Deel 89 of zo, was het ook leuk. Oh, inderdaad, ja. We hebben echt delen gehad, dan kregen ze met deze slangetjes, hè? Twee van dit soort draadjes, dat was dan een deel. Dat is toch onzin. Ja. Dus het is niet zozeer dat hij in 130 delen gebouwd moet worden. Het is meer, hij moet in 130 delen gebouwd worden. Nou, omdat ze er verzonnen hebben, ja. Dat bedoel ik. Er zijn wat minder slimme mensen, die krijgen zo'n cadeau voor hun verjaardag van een lieve vrouw. Ja, hartstikke maar... lief. 2,5 jaar geleden begonnen met de kring. Had ik maar beter nagedacht. De auto bedoel ik dan. En, ja. Een chagrijnige man voor terug. Nou, twee vlagen, hè? Mm-hmm. Ook hele leuke tijden gemaakt. Misschien wel zo'n compositie, hoort zijn dingen. Compilatie. Maar weet je wat we eigenlijk hadden moeten doen? Vrolijke momenten. Hey. En weet je eigenlijk hadden moeten doen? Bedenk me achteraf. Nee, niet te veel. Hadden we bloopers moeten doen. Voor alles wat niet gelukt was. Nou dan hadden we 2 uur materiaal, denk ik wel. Dat was 1 vloektirade. Echt. Deel 129, die heeft een vlakzijde. De gele kant. Ik weet niet waar hoe hoog die staat. Ja, precies goed. Trek de beschermende folie voorzichtig van de plaklaag. Dat ga ik nou doen. De geïnteresseerde, doe je zo. Mark, hou eens op. Denk om je koffie. Plak het in de koffer. In de koffie? Koffer. Met de plakzijde naar beneden, in de onderstaande positie. Op de bodem van de plutoniumkoffer. Nou, dat kan maar op één manier. Als je pech hebt, plak je hem aan de zijkant. No. Zo'n geluk heb ik dit keer niet. Bevestig de 2 riemen. Sorry, het zijn er natuurlijk 2. Bevestig de 2 riemen aan de binnenkant van het deksel. Met 2 IP-schroeven. Kijk eens eventjes. Hoppakee. Ben je klaar? Nee. Dat ding moet er nog op, zie je wel? Dus schroef het nu in het dekseltje. Nou moet het er wel op. Schroef het in die deksel. Nou, gaan we dat doen. Jezus, hey. Zit je hier alweer om te zuchten en steunen? Nee, dat gaat hartstikke goed. AP-schroefjes. Die zijn iets groter. Die dat uitmaakt. Ook daarvoor zijn mijn vingers te dik. Ja, joh. Ik heb er 1. Als ik het einde zegt in zicht, hè. Ik heb zo'n zin in deel 130. Om van die plutoniumstaven in elkaar draaien en in die koffer drukken. En waar ga je die koffer dan kwijt doen aan gaan? Dat weet ik niet. Voor de auto, bij de auto, achter de auto, onder de auto. Misschien wel in de motorkap. Nou, dit heb ik gedaan. Ik ben nu bij stap 11. Oh nee, niet. Stap 10. Ik kijk in eerste niet goed. Jo. En in stap 10 zeggen ze, doe het normaal. En wat zei je ook weer? Schaf alleen de dingen aan als je goed kunt lezen. Nou, gezakt. Je moet goed kunnen lezen. Goed kunnen... Nou, dat is alles wat ik niet echt kan. Nee. Goed lezen. Klapblijkelijk. Begrijpend lezen. Snappen wat er staat. Rustig blijven. Nou. Fijne motoriek hebben. Lieve vrouw die je helpt. Gewoon anders is niet te doen. Had het ding al 3 keer door de kamer gelegen, denk ik. Dat zou wel zonde zijn geweest, denk je niet? Abonnement opgezegd, was hij nooit in elkaar gekomen. Nee, dat kan niet, nee. Dus dit is op zich een mooie auto. Maar? Nooit weer. Laatst zei je nog van, ja, als er eentje alleen... van een Knight Rider is dan... Nou, geloof me, die komt er echt niet. Dit is cool. Als er een auto komt, dan wil ik het misschien nog een keer wagen. Ja, en dan heb je scheiding aan je reed. Dus dan ga ik bij je weg, want dat trek ik niet nog een keer. Of het E-teambusje. Ja, dan is het jij en je E-teambusje of jij en je Knight Rider. Maar voor de rest helemaal niemand meer. Nou zeg. Nee, sorry, die stress kan ik niet meer aan. Nee, ik ook niet. Sorry. Ja, de kist is klaar. Kijk eens. Ik kan er zo niet gaan liggen als het me even moet. Ja, pas maar op. Hij gaat niet en hij kan ook nog zo, hè? Let op. Oh. Bestel zo 6 plankjes voor je. Dat heb ik hier al. In de vorm van een plutoniumkist. Ik ga het ding weer open dan, hoor zo. Jij past er niet in. Met 2 handen. Nou,
We komen nu aan het, hoe gaan we dat noemen? Het laatste deel, hè? Unieke moment. Ja, maar even serieus. Het is niet dat je... Laten we echt zeggen, de lawyer met al zijn accessoires is klaar. Ja. We hebben het geschafft. De macht. Wat is dat? Ik wil zeggen... Maar niet uit. Knippen we er even uit? Thuis moet je praten. Moet je... Thuis moet je praten, zeg je dat serieus? Duits moet je praten. Oh. Duits, van man reden. Spreken, wat is dat? Reden. Maar please, don't do it. Maakt niet uit, de meeste mensen spreken het nog slechter dan. Nou, bijna niet. Dus, nou, batterij is bijna leeg, moet opschieten. Okay. Nou, hij is bijna klaar hoor. Alleen de plutonium dingen gaan we er nog in zetten. Als ik het zo zie, is dat weer... Pleurig mee. Doe maar dan. Nou, gaat het alweer. Goed. Wat was dat? Laten we het vallen. Even een dom buisje. Wat moet je daar nou mee doen dan? Al die dingen maken. Hè? Oh, serieus? Dus we gaan een zoontje pakken. Een zoontje pakken. Maak Nederlands alsjeblieft. Ik ben allergisch voor Duits. Ik krijg er uitslag van. Dit meen je toch niet? Is dit het? Ik zet nu al buisjes in elkaar. Ja. Zit er ook nog soffies bij? Nee, niet eens. Jawel, ik zie toch soffies? Of zijn er allemaal... zijn ook... Nee, zeg eens. Oh. Dit zijn toch soffies? Zijn is dat van het vorige deel? Ja, nou, kijk hoe de stomme ding erop moet. Pas even op. Oké, okay, ik zet de camera uit, want laten we wel even zien wat eindresultaat is. Dan gaan we niet even afkondigen. Ik zie, voorzien dat dit misgaat. Nee, dat gaat wel goed. Dus, nou, dit hebben we gemaakt net. De laatste delen. De laatste vier delen. Dit is dan wat je er nog bij krijgt, hè? Seriously? Seriously, ja. Kijk. Dan krijg je nog een wekker bij en dat is het dan. De wekker heb ik hier. En dan even twee onderdelen op die auto nog gezet. Achterkant ja. En die, wat is dat? Die Mr. Fusion. 26 was hij klaar. Toen hebben we nog vier delen aan dit. Rotzooi. Nou ja, het is wel geinig, maar... Rotzooi. Hoort erbij, ja. Hè? Voor de, ja, voor de, hebben we niet eens nodig voor de Mr. Fusion. Lekke wagen, jongen. Mooi man. Prachtig. Nou. Onze keukenweegschaal is kapot, volgens mij. Oh ja? Of niet? Nou, dan redt de keukenweegschaal ook niet. Dan moet je even de gewone weegschaal pakken. Nou, we hebben de auto even gewogen. Met mezelf erbij. En de auto blijkt 8,5 kilo te wegen in deze staat. Mooi. Dat is behoorlijk zwaar. Zonder vloeistoffen verder. Dus dat is... Maar best wel zwaar is hij. Bloed, zweet en tranen. Nooit weer. Maar wel een leuk ding. Ja. Om te hebben. Hij staat bij ons in de huiskamer, hè? Ja. Een mooi plekje. Dus, mooi plekje. Misschien komen ooit een Martin McFly Pop er nog bij. Die we gezien hebben. Ik snap sowieso niet waarom je die niet gekocht hebt. Maar goed, maakt niet uit. Wel een hele andere discussie. Ja. Gaan we nou niet aan beginnen. Nee. Dit is gewoon een hele leuke auto. Vond je het nou leuk? Doe een duimpje. En abonneren is gratis. Ja, het is ook leuk als mensen dat doen, hè? Ja. Een beetje lang vinden we heel een leuk. Beetje lang geleden dat we dit gedaan hebben. Ik ben ook een beetje camera schuw. Gaat al weg, jongen. Camera geil bedoel. Leuke auto, hartstikke leuk. Kunnen ook lampjes aan en uit. Gaan we niet veel doen. Hij staat gewoon op een mooi plekje. En, het is een aanrader, maar doe het maar niet. Dat is wat ik wou zeggen. Nou, en dan mag je zeggen... Even zwaaien en tot bij de volgende video, want ze zien jou vast nog wel in een van mijn vlogs. Ja, tot bij de volgende video.